Breda Nu. Je weet het meteen. Al 25 jaar gaan jaarlijks Bredase jongeren naar het Duitse Sachsen en andersom. Kees Schipper van Popcorn Breda begon in 1993 met dit muzikale uitwisselingsproject. 25 jaar geleden kleef 1992 een internationale jongerenuitwisseling met allerlei landen. Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, nog wat landen. Hebben wij een workshop verzorgd, een muziekworkshop, internationaal. Heb ik Roland leren kennen, de Duitse coördinator. En dat was 3 jaar na de val van de Berlijnse muur, dus die hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Hebben mij gevraagd, kun je dat in Duitsland eens komen doen? Hebben we in 1993 gedaan. En vanaf die tijd hebben we ieder jaar een uitwisselingetje gehad. Nederlanders gaan naar Duitsland, Duitse jongeren gaan naar Nederland, ieder jaar. Ben je zelf ook 25 jaar op rij naar Duitsland toe geweest? Absoluut. Nu zijn er 20 Duitsers en wij gaan dan ook met 20 Nederlanders aan het eind van het jaar daar naartoe. Of wat doe je nou in zo'n uitwisselingsweek? Ja, echt van alles. Van een speurtocht in Breda tot een dagje naar Amsterdam, tot een dagje naar de zee. En eigenlijk vooral ook heel veel met elkaar in contact komen. Gewoon praten over dingen. Tijdens een activiteit kom je er ook wel achter dat je ook een onderwerp hebt waar je over wil praten. Zo waren we aan het barbecue en dan komen er opeens iets toch over de oorlog naar boven. Of ik zeg maar even iets. En dan is het toch wel mooi dat het naar boven komt. The best part... I think it was tomorrow, two days ago in the morning, there we had a great jam session at our house with some Netherlands. It was cool. Muziek is de kruiwagen, maar de basis is dat we, zoals Merkel in Duitsland dat heeft gezegd, de Anschluss zwischen Deutsche und Holländische Jugend liggen, aansluiting, om dat in stand te houden of uit te bouwen. En dat doen we met een uitwisseling. Er zijn vriendschappen ontstaan, 25 jaar geleden, die nog steeds bestaan. Dat zijn inmiddels volwassen mensen die nog steeds contact hebben. Ja, muziek is eigenlijk wel een beetje de universele taal, zeg maar, waardoor mensen met elkaar in contact kunnen komen. Maar ondertussen na 25 jaar merk je ook wel dat gewoon door de activiteiten al zoveel loskomt. En dat ook wel heel leuk is, zeg maar. Was je al vaker hier mee betrokken geweest, via de Popcorner? Je hebt me vorig jaar ook mee geweest in Duitsland en dit jaar ook. Dus ik ben met Kees mee geweest op een toertje daar. Was this the first time in Breda, or have you been before? No, it's the third time. I've been here two times ago. Yeah. Hoe lang ga je hier nog mee door, denk je? Dat hangt af van de nieuwe generatie die dat oppakt. Van Roland in Duitsland, en dat geldt ook voor mij. Wij werken nog een paar jaar, dan gaan we met pensioen. Dus Roland is al met Erik bezig om dat over te geven. Wij zijn hier vanuit Popcorn nog wel bezig om te kijken wie kan het straks oppakken. Nou ja, als je mee wilt doen, inderdaad, kom gewoon een keer langs bij de Popcorner en zeg gewoon van hey, ik wil bij de uitwisseling betrokken raken en wie weet. Will you be here again next year? I think so, yes. Nu. Je weet het meteen.